Ja, het is goed gekeken naar hoe gaan mensen naar de Floriade toekomen. Wat is eigenlijk een realistisch getal? Er is gekeken naar het feit dat we rekening houden met meer binnenlandse bezoekers dan buitenlandse bezoekers dan ooit in het bestemmingsplan was verondersteld. Want daar gaat het over. We zien ook dat corona mensen ertoe brengt om, helaas zeg ik erbij, minder vaak van het OV gebruik te maken, wat meer van de auto gebruik te maken. Nou, alles bij elkaar opgeteld is de verwachting dat er meer mensen met de auto zullen komen. Net zo goed als dat de verwachting is dat er misschien ook wel gewoon meer mensen zullen gaan komen. En ja, daar moeten we de ruimte voor maken. Ja, het stond eerst op 400.000 auto's die werden verwacht. Nu 540.000, een stijging van 36%. Hoe ruimt u dat met een duurzaam evenement? Nou, we kijken naar wat er gaat gebeuren. Wat we denken dat er gaat gebeuren. En daar maken we een afweging in. Hoe we daar ons het beste toe kunnen verhouden. Dus we proberen toch iets te doen met bijvoorbeeld de prijs van het parkeerkaartje, de ticket voor de shuttlebus. Voor wie is dit aantrekkelijk? We proberen ervoor te zorgen dat er andere faciliteiten zijn. Maar dit is ook wat het is. Uiteindelijk in de wereld van vandaag, zowel de wereld zoals die is als de wereld net na corona, lijken mensen vaker voor de auto te kiezen. Er zijn ook partijen die maken zich zorgen dat er parkeeroverlast komt in de omringende wijken rondom de Floriade. Want ja, er zijn nu 4000 parkeerplaatsen, die zouden eigenlijk dan evenredig moeten worden verhoogd naar 5400. Dit heeft betrekking op het totaal aantal auto's over het hele evenement van 180 dagen. En we denken dat we mensen een aanbod doen. Hè. Je koopt een kaartje, je koopt erbij een parkeertarief. Dat het overgrote deel van de mensen die gaat komen, die gaat gewoon op de parkeerplaats staan waar we ze willen hebben. Omdat dat gemakkelijk is. Je weet de weg te vinden. Het kost wel 15 euro, hè? Dat klopt. Maar je betaalt ook gewoon je kaartje. Dus het is uiteindelijk een relatief klein onderdeel van de totale kosten die je maakt als je de Floriade wilt bezoeken. De meeste mensen kiezen eenvoudigweg voor het gemak. Je komt aangereden, je wordt geleid naar de plek naar die parkeerplaatsen bij Twentse kant, bij de Belhorst. Daar staat een bus op jou te wachten en die brengt je naar de toegang van de Floriade. Dat is natuurlijk een heel aantrekkelijk aanbod. Dan ga je niet voor 2 euro denken, nou dan ga ik mezelf heel ingewikkeld maken en ergens anders in Almere staan. Dus wij denken dat het overgrote deel van de mensen gewoon van dat aanbod gebruik gaat maken. Dan zeiden sommige partijen ook van ja, is dit wel het moment om, sommigen zeiden zelfs een soort luxe uitje te gaan maken naar de Floriade met inderdaad met de auto ernaartoe, hoge benzinekosten en dan inderdaad parkeerkosten en dan nog eens het kaartje van de Floriade. Die aantallen van mensen die komen, dat moet misschien wel omlaag gaan. Het is misschien wel goed om even een paar dingen uit elkaar te halen. Waar dit gesprek over ging was, we willen verruimen. Dus mochten er meer mensen komen, dan is dat ook gewoon in lijn met alle wet en regelgeving. We hebben dat georganiseerd. We hebben daar geen juridisch probleem. Daar ging deze discussie over. Verder zijn er mensen die allerhande aannames doen over wat er precies de komende maanden gaat gebeuren. Ja, dat is voor een deel natuurlijk ook speculeren. Ik ben de eerste om toe te geven dat in deze tijd, waarin op dit moment voor het eerst sinds jaren een oorlog gaande is in Europa, dat kan bijzondere gevolgen hebben. Ik vind het eigenlijk niet eens kies om daar heel erg over te gaan speculeren waar dat dan gaat over de Floriade. Maar het zou ook positief kunnen uitpakken voor die Floriade, hoe wrang dat ook klinkt. Maar het klinkt wel wat somberder dan 6 maanden geleden. Nee, dat interpreteert u verkeerd. Ik vind oorlog in Europa iets om somber over te zijn. En verder gaan we zien wat er gaat gebeuren. Ik denk dat we met de Floriade mensen, misschien wel juist in moeilijke tijden, een heel mooi aanbod doen om er even uit te zijn. Dat telt ook voor mensen.